De Nationale Assemblée zit weer op het vereiste aantal leden van 51. Marlon Budeke is vandaag toegelaten tot het hoogste college van staat. Hij komt in de plaats van het overleden lid van het toenmalige V7 VHP, Shailendra Giriasingh van Kommewijnen. Nadat zijn geloofsbrieven onderzocht en goedgekeurd waren, werd Budeke toegelaten. Hij legde in handen van DNA-voorzitter Jenny Simons de eed af. Simons hield het nieuwe lid voor dat er vanaf vandaag een bijzondere verantwoordelijkheid op hem rust. U geroepen bent tot een arbeid die niet zoveel mensen in het land helemaal begrijpen. We doen ons best om het beter te laten begrijpen, maar u zal merken dat het werk meer is dan u dacht toen u er niet bij hoorde. En dat het werk niet alleen veel is in volume, om, als u het goed wil doen tenminste, maar dat ook de positie die u inneemt natuurlijk uitnodigt tot ondersteuning van de ene kant en kritiek van de andere kant. Dus het werk is niet eenvoudig, het is verantwoordelijk en ik heet u welkom. Simons zegde vanuit de leiding van het parlement volledige ondersteuning aan Budeke toe. De verschillende fracties in de Nationale Assemblée verwelkomden het nieuwe lid en wensen hem het beste toe. Aangegeven werd dat hij in een rijdende trein is gestapt en daar rekening mee moet houden. Budeke bracht een speciale dank uit aan zijn familie en zijn partij voor de ondersteuning in zijn korte politieke carrière. In de periode 2010 tot 2015 mocht ik in Kommewijnen het volk vertegenwoordigen als districtsraadslid. Kwam in aanraking met de decentralisatie en raakte er verliefd op. De wil van het volk, dat komt tot uiting in de decentralisatie. Jammer dat tijdens of in de afgelopen jaren de maatregelen zijn afgenomen, zodat de districtsraad minder kan uitvoeren. De meesten zijn overgeheveld naar openbare werken en andere ministeries. En heel jammer dat ook door het steeds verminderen van het geld dat via RO in het districtsfonds moest komen, het decentralisatieproces bijna lam ligt. Ik wil mij sterk maken om te gaan kijken hoe wij kunnen komen aan meer fondsen. Misschien dat alle ministeries wat kunnen inbrengen in de districtsfondsen, zodat de districten hun eigen ontwikkeling kunnen bepalen. En niet dat beleidsmakers steeds bepalen wat er in de districten moet gebeuren. Dat was het nieuwste DNA-lid Marlon Budeke. Hij is vandaag in een korte openbare vergadering toegelaten als lid van de Nationale Assemblée. Hij gaf aan zich sterk te zullen maken voor de jeugd, de senioren en mensen met een beperking.